De kleding- en voedselbank Klesteo is voorlopig uit de brand wat betreft de huisvesting aan de Spoorstraat in Tiel. De gemeente heeft besloten de waarderingssubsidie uit te keren van €7200 voor 2016 en voor 2017 eenzelfde bedrag te schenken. Daarmee kan de stichting ook de huur voldoen voor 2017. Klesteo biedt voor mensen die kleding of speelgoed niet kunnen betalen en woonachtig zijn in Rivierenland uitkomst. Het hele gezin kan voor de zomer- en winterkleding, aanverwante artikelen en speelgoed bij deze organisatie terecht.